Goedemorgen gemeente. We zijn blij dat we weer met elkaar verbonden zijn. Hier met een aantal mensen in de kerk en jullie thuis achter de laptop of de tv. Mijn naam is Annette van Leersum. De schriftlezing wordt vandaag verzorgd door René Schoenmaker en Ellie van der Wel is ouderling van dienst. Deze zondag heet Zondag Trinitatis. En in de lezingen en in de preek gaat het dus onder andere over drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. We lezen vandaag één gedeelte uit de Bijbel, maar in het andere gedeelte, dat ook voor vandaag op de ecumenische leesrooster staat, komt een tekst voor die te mooi is om over te slaan. De Heer, een God die liefdevol is en genadig, trouw en waarachtig. Met deze tekst openen we deze dienst en steken de kaars aan. De paaskaars, teken van Gods aanwezigheid. Wij wensen elkaar een goede en inspirerende dienst toe. Een openingslied is uit opwekking nummer 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. We gaan luisteren naar Betty Schroevers, Hannie de Visser, Wim Arendsen en Ronald van Reden met Matthijs van Ledde aan orgel en piano. Zoals al gezegd, welkom in deze bijzondere dienst. En ook vandaag steken we met elkaar over het hele eiland, en naar ik begrijp, soms ook ver daarbuiten, de kaars aan. De paaskaars, het licht van Christus als teken van zijn aanwezigheid. Onder ons allemaal, waar wij ons ook bevinden. En voor jullie allemaal, waar je ook bent. Voor ons allemaal geldt dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Een bijzondere dienst op zondag Trinitatis. Wij zijn verbonden met een aantal mensen hier in de kerk. En u weet, dat mogen er maximaal 30 zijn. Er zijn nog wat lege stoelen. U kunt er volgende week allemaal bij zijn. En als het niet zozeer is om die dienst te beleven, omdat het allemaal zo strak in het keurslijf zit, is het misschien wel de moeite waard om eens een keertje mee te maken hoe het gaat en wat voor inspanningen hier allemaal verricht worden. In de nieuwsbrief staat hoe jij je daarvoor kunt opgeven. Wij gaan ons smeekgebed bidden, ons Kyriegebed. En we beantwoorden dat met gezang 301a, bekende vierstemmige Kyrie Eleison. En op deze bijzondere zondag klinkt er als loflied dan ook een bijzondere psalm, namelijk psalm 150. Looft God, loof hem overal. Laten we samen de Heer aanroepen voor de nood van deze wereld en daarna zijn naam prijzen, omdat aan zijn barmhartigheid geen einde komt. Laten we bidden. Heer onze God, zojuist zongen we het al, hoe heerlijk is uw naam. En we roepen u opnieuw aan met deze naam, Heer onze God. En we zullen het zometeen weer zingen, dat we u moeten loven en prijzen. En dat dat mag en dat we dat kunnen. Maar tussendoor, Heer onze God, vragen we uw aandacht voor de nood van de wereld. Lofprijzingen zijn altijd goed. Maar soms is het ook nodig om stil te staan bij de ellende die er is. En het is eens een keer niet alleen maar dat coronavirus en alles wat daar het gevolg van is. Maar er lijkt wel nog een ander zeer besmettelijk virus over deze aarde rond te waren. Dat van racisme en discriminatie. Het virus dat velen heeft aangestoken in de manier waarop mensen met een andere huidskleur of een andere geaardheid benaderd moeten worden. Maar dat ook veel reactie oproept in de vorm van demonstraties, protesten en wat niet al meer. Wereldwijd komen mensen voor hun medemens op, terwijl wereldwijd medemensen weer door hun eigen medemens verdrukt, verschopt, geslagen en soms zelfs vermoord worden, alleen maar of hoofdzakelijk door een andere huidskleur of een andere geaardheid. We schreeuwen elkaar toe dat we ons over elkaar moeten ontfermen. Dat we mensen van wat voor type, soort of merk of kleur dan ook als mensen behandeld dienen te worden. Maar kennelijk is dat niet genoeg. En daarom, in armoede en bij het zien van de beelden bijna in hopeloosheid, schreeuw het maar tot u uit. Heer, ontferm u. Ontferm u over een wereld vol onrecht en ongelijkheid. Ontferm u over mensen die geen mens kunnen zijn zoals u mensen bedoeld hebt. Ontferm u over uw wereld. Amen.
Ik kom er naar jullie toe zonder verdere aankondiging. Jullie weten het inmiddels. In de nieuwsbrief, de gewone nieuwsbrief van vrijdag, stond dat ik de verwerking op de site heb gezet van de kerk. En dat klopt ook wel. Maar je moet er ietsje meer moeite voor doen. Papa en mama moeten wel even echt bewust eventjes naar die site gaan en dan mijn tabbladje aanklikken. En dan vind je daar deze verwerking, verhaal zonder einde. Want daar gaat het vandaag een beetje over. Dat we luisteren naar het verhaal van Jezus, die tegen zijn leerlingen zegt, het gaat over de einden van de aarde. Dan zul je zeggen, ja joh, maar de aarde is rond, er zit geen einde aan. Maar dat wisten ze toen niet. Het wereldbeeld van toen was dat de aarde een rand had, een einde, en dat iedereen van het evangelie van Jezus moest weten. En de leerlingen, de discipelen van Jezus, moeten dat gaan verkondigen. Nou, op dit verwerkingsblad staat de aardbol en die kun je uitknippen. Eerst kleuren, denk ik. En dan kun je er allerlei mensen omheen zetten enzovoort. Het staat allemaal keurig netjes in de nieuwsbrief. Het betekent ook weer, ik heb het vorige week ook al gezegd, dat we aansluiten bij de lezingen uit de grote mensenkerk. De snoeppot hadden ze vorige week verstopt. Hij was er wel, maar hij stond daar ergens tussen die Bijbel en de lessenaar in. En dat zag ik ook pas later. Niettemin, ik kan niks uitdelen, dus vraag dat maar weer thuis. Wat ik wel kan, is het licht van Christus aansteken ook voor jullie aan de paaskaars. We weten het inmiddels hoe het werkt, maar het is altijd weer bijzonder om met elkaar het licht door te geven. Ik neem aan dat papa en mama de kaars op tafel of op de standaard al aangestoken hebben. Maar misschien is er in huis nog wel een klein kaarsje voor jullie. Ja, en als ik het deurtje niet dicht doe, dan krijg ik later weer kritiek. Dus daar komt hij weer. Ik heb vorige week gezegd, welkom weer in de kindernevendienst. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet. We gaan geen kindernevendienst houden. Maar jullie kunnen wel thuis alvast aan het werk met het verhaal zonder einde. Met het licht van Christus. Tot de volgende keer. Het verhaal van Jezus, waarin hij het heeft over de einden der aarde, staat in Matteüs 28, de versen 16 tot 20. En daar gaan we nu naar luisteren en die worden gelezen door René Schoenmaker. Mag ik jou vragen naar voren te komen, René? Hier is de Bijbel. En hier is de tekst. Maar nou ik jou toch zie. Overigens, leuk om je weer te zien. Zeker. Na zoveel weken niet in de kerk geweest te zijn. 8 maart was de laatste dienst. Sindsdien hebben we elkaar nog 1 keer getroffen. Met de camera's van TV Rijnmond erbij. Ja, dat was ook al heel lang geleden. Hoe heb jij die afgelopen weken een beetje doorgemaakt, René? Heel rustig. En, te rustig? Dat viel mee eigenlijk. De eerste weken ben ik zelf ook ziek geweest. Dus dan, serieus? Ja. Waarschijnlijk wel corona, volgens de arts, maar niet getest. En ziek? Heel erg ziek? Een beetje ziek. Beetje ziek. En gelukkig weer opgeknapt. Ik heb alleen nog een akelige stem. Ja, dat hoort er nog steeds bij. Dat hoort er nog wel bij. Dus ik geef me op als Bas de volgende keer voor het zingen. Als Bas. Maar en, een van mijn zussen zei dan, ik zing pedaal, dat idee. Ja. Ik vond op zich, vooral de allereerste kerkdienst via de computer, zeg maar, vond ik heel indrukwekkend. Mm. En ik heb iedere ochtend ook keurig, braaf met kaarsje en alles en ook het avondmaal klaargezeten. Ik vond het heel bijzonder. Vooraf ging ik altijd eventjes televisie kijken naar de uitzending van de PKN. Ja. Vond ik ook, ook bijzonder, dus echt dat wel meegemaakt. Aan de andere kant, ik heb me geen seconde verveeld. Toch wel heel veel belletjes en appjes. Ik hoefde even niet van hot naar her te vliegen. Maar voor mij was het niet meer dan een luxe probleem. En betekent dat ook dat je er iets aan hebt, dat je deel uitmaakt van een
kerkelijk en christelijke gemeente? Ja, zeker. Ook omdat ik belletjes kreeg, telefoontjes, post van de diaconie. Heel hartelijk bedankt. Heel lief, heel veel kaarten. Ja. Ik heb zelf ook regelmatig mensen gebeld. En dan is het heel belangrijk dat je deel uitmaakt van een gemeenschap. Ja. En in dit geval ook een kerkelijke gemeenschap. Ja. En het idee van, ik heb dat heel vaak gezegd, en niet corona regeert, maar God regeert. Iets van zijn trouw en van nabijheid. Heb je daar dingen van dat je zegt, nou, moeilijk, maar... Ja, nou, ik heb zelf een begrafenis meegemaakt van het derde kind wat overleden is van vrienden. Ja. En dat vond ik vreselijk. Dan zit je maar met 20 man in een kerk. Ja, ja. En dan zie je hen bij het graf staan, intens verdrietig bij de andere graven van hun kinderen. En je kan ze niet vastpakken. Ja. En ik had wel het gevoel dat God op dat moment erbij was. Ja, ja. Maar dat vond ik zelf het meest moeilijke moment wat ik meegemaakt heb in de afgelopen weken. Met name voor die ouders die dus hun derde kind hebben verloren. En daarbij het gevoel, de Allerhoogste is erbij. Ja. Draagt. Ja, ja. Ja. En dat hebben zij gelukkig ook ervaren. Ja. Maar ze hebben uiteraard wel toch ook dat stukje gemeenschap gemist. Ja. Het knuffelen, het elkaar omhelzen en het letterlijk elkaar vasthouden. Ja. Mooi, dankjewel voor dit verhaal. Maar ik had je gevraagd om te komen lezen. Matteüs 28, vers 16 tot 20. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Dankjewel. Wij zingen met elkaar gezang 969. Gemeente, lieve mensen,
Wat moet dat een ervaring zijn geweest daar op die berg? Die berg, welke berg, waar op die berg? Nou, dat is misschien opgevallen, dat staat er niet bij. De berg. In sommige vertalingen staat dat het de berg is waar Jezus hen bescheiden, bevolen, naartoe gestuurd had, zoiets. Zoiets als een verzamelpunt. Ga daarheen in Galilea en dan zien we elkaar daar wel. Anderen zeggen dat het gaat om de berg waar Jezus hen onderwezen had. Zijn belangrijkste les gegeven had. Dat wil zeggen de les van de bergrede. Dus dat ze bij elkaar kwamen op de berg van de bergrede. We weten het niet. Maar hoe dan ook, de leerlingen gaan daar naartoe en ze zien Jezus. Ze vielen voor hem als eerbetoon op de aarde neer. Maar dan staat er zo troostvol bij, sommigen twijfelden nog. En dat is heerlijk. Zelfs als je voor God of Jezus op de knieën gaat, is er nog ruimte voor twijfel, voor vragen en voor onzekerheid. Maar wat moet dat een ervaring zijn geweest daar op die berg? De woorden die Jezus spreekt, ik denk dat ze geen van allen de impact ervan in de gaten hebben gehad. Kan bijna niet. Het zijn woorden die tot op de dag van vandaag mensen in beweging zetten. Het zijn woorden die eeuwenlang theologische discussies bepaald hebben. Het zijn woorden die en profetisch en heel praktisch waren. Het is nu, vanaf dit moment, heel goed mogelijk dat ik een preek ga houden waarin ik alle technische ins en outs en alle theologische ins en outs ter sprake breng. Bijvoorbeeld over het leerstuk van de drie-eenheid. Het is vandaag tenslotte zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid. En dan, klein tipje van de sluier, moet je het hebben over de vraag of er nu één God is, zoals het in het Oude Testament staat, of dat je het dogma moet omarmen dat Jezus, let op, dat Jezus eens wezens is met de Vader of van het gelijke wezen. In de concilies van de vierde eeuw na Christus draaide het om één letter in de dogmatiek. Homo ousios, dat is van exact hetzelfde wezen, of homoi ousios met een i erachter, en dat betekent dan van het van soortgelijk wezen. Daar moet je dan over gaan discussiëren, maar dat kun je ook laten. En je kunt ook discussiëren aan de hand van deze tekst over de vraag of je eerst een leerling van Jezus moet zijn en pas daarna gedoopt kan worden, of dat het ook andersom kan. Dat je als gedoopt kind, gedoopte mens, gedoopte volwassene op latere leeftijd pas actueel volgeling van Jezus wordt. Kun je het ook over hebben. En dan is er nog een leuke vraag, waar we het uren over kunnen hebben. De vraag waarom Jezus niet in één klap de hele wereld tot bekering brengt. Want mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dan zou je toch denken, waarom gebeurt het dan niet in één keer? En die discussies kunnen allemaal. Kunnen drie preken overhouden, leerhuisavonden. Maar dan ga je voorbij aan de ervaring, de enorme ervaring die de discipelen gehad hebben, daar op die berg. Oog in oog met de opgestane Heer. Dat is de ervaring waar dit verhaal over gaat. Oog in oog met de opstanding. Oog in oog met het leven tot in eeuwigheid, tot over de einden der aarde. Daar ligt George, I can't breathe, Floyd. Oog in oog met de dood. Oog in oog met de meest verderfelijke vorm van racisme en discriminatie. Daar staat Donald Trump
met een Bijbel in de hand, nadat de route tussen het Witte Huis en de kerk waar hij naartoe wilde, maar die hij niet meer betreden heeft, met traangas is schoongeveegd, althans volgens sommige berichten. Allebei gedoopt, volgens de opdracht van Jezus' leerlingen, Floyd en Trump. Allebei, voor zover na te gaan, onderwezen in de geboden en de opdrachten en de aanwijzingen van Jezus. De een als bekeerde ex-crimineel. Pas vandaag zag ik een foto van de doop van George Floyd. Die had ik willen vertonen, maar dat is niet gelukt. Maar George Floyd staat te boek als een bekeerde ex-crimineel. En de ander is een vastgoedmagnaat met wereldwijde verantwoordelijkheden. Allebei in de lijn van de evangelielezing van vandaag, hè? Gedoopt, onderwezen met hun eigen boodschap. Ik krijg het niet helemaal, zeg u maar rustig, helemaal niet op een rij. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Wat een ervaring. En wat een opdracht. Ik val een beetje stil als ik de woorden van Jezus, de theologie van daarna en de praktijk van vandaag de dag op me in laat werken. Wat een ruzie, wat een narigheid, wat een ellende hebben deze woorden teweeggebracht. Mensen die elkaar de kop inslaan, bij wijze van spreken, over de kinderdoop of de volwassendoop. Mensen die heilig geloven in een drie-ene God en mensen die zweren bij het Joodse belijdenisgedeelte van Hoor Israël, de Heer, uw God is één. En dan de discussie van zending onder de heidenen. Houd toch op. We kunnen, denk ik, nooit tippen aan de ervaring van de discipelen daar op die berg. Of zullen we dat in deze verwarrende tijden toch maar even proberen? Gewoon proberen in te leven in die leerlingen. Want ook die weten niet waar ze aan toe zijn. En wij, denk ik, ook niet. Volgens Matteüs, heel opmerkelijk, volgens het evangelie van Matteüs, hebben alleen twee vrouwen, te weten Maria uit Magdala en de andere Maria, het lege graf gezien. En van engelen hebben ze de opdracht gekregen om tegen de discipelen te vertellen dat ze naar Galilea moesten. En toen ze op weg waren, kwamen ze Jezus zelf tegen. Maar de directe leerlingen van Jezus, zijn eigen discipelen, daarvan was er geen één die Jezus heeft ontmoet na de opstanding. In de versie van Matteüs. Dus we moeten het doen met de verhalen en met de opdracht. En dan gaan ze op enig moment maar naar de berg, laten we maar eens zeggen, de berg van de bergreden, omdat de vrouwen dat aan hen hadden doorgegeven. En dan zijn ze daar en dan komt daar Jezus aanlopen. En dan zien ze hem van aangezicht tot aangezicht. Dat alleen al. Dat je even niemand anders ziet dan Jezus. Je zit in je corona-isolement en je gelooft niet meer dat er ooit nog een periode komt waarin je met je kinderen en kleinkinderen in één kamer kunt zijn. En dan tussen angst en vrees, twijfel of geen twijfel, komt daar misschien het beeld van God in Jezus. En je hoort bij wijze van spreken de echo van de woorden die we net gelezen hebben. Lief kind, corona of niet, ik regeer. Niet aan corona. Aan mij is alle macht gegeven. En de mensheid is al eeuwenlang traag van geloven, traag van aanvaarden. En bij iedere generatie moet ik het opnieuw vertellen, deze boodschap. Ik regeer. Mij is alle macht gegeven. Niet het geld, niet de gezondheid of juist een bepaalde ziekte. Niet een huidskleur, niet een bepaalde geaardheid. Ik overleef alle conflicten en ik sta er boven. Ga eens op weg. Ga eens op pad. En ga dit eens vertellen
aan alle mensen die je tegenkomt. Verkondig overal de boodschap van de liefde die ik voor de mensen heb. Zorg ervoor dat die boodschap iedereen raakt. Verbind mensen met dat verhaal. Verbind mensen met elkaar. En laat ze dit verhaal delen. Ik ben met jullie. Wat er ook gebeurt. Vreselijke dingen als ziekte en dood en ook corona horen bij het leven. En nu in deze coronatijd merk je dat wel heel nadrukkelijk. Maar vrees niet, ik ben erbij. Ik hoor bij jullie. En dat virus hoort niet bij jullie. Wat moet dat een ervaring geweest zijn? Daar op die berg. We gaan zo dadelijk brood en beker met elkaar delen. Een spirituele ervaring voor iedereen van ons, hopelijk. Wat is het mooi dat dat kan. Digitaal, virtueel verenigd in een maaltijd die anders niet gehouden had kunnen worden. Dat we zometeen zeggen, wat een ervaring. Niet alleen daar op die berg, maar ook hier bij ons thuis. Het eerste en het laatste woord is aan God in Jezus. We gaan allemaal op weg. We zijn allemaal op weg gestuurd om dat uit te dragen. En we leggen de verbinding tussen al die mensen die we met deze boodschap bereiken. En we geven door wat we geleerd hebben. En we blijven leren wat Jezus ons heeft opgedragen. Die bergreden, weet je nog? En je zou je kunnen afvragen of deze aanwijzingen en opdrachten van Jezus aan zijn leerlingen en aan ons niet een uiterste termijn kennen. Het zal toch wel een keer genoeg zijn. Er zullen toch zachtjes aan wel eens genoeg mensen zijn. Het zal toch wel eens een keertje landen. Eens zullen toch wel alle mensen. Maar dat beeld van George Floyd zegt genoeg. En het beeld van Trump met de Bijbel in zijn hand ook. Nee dus, het is nooit klaar. Aan Jezus is wel alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, maar zoals we weten oefent hij die uit door de mensen die hij op pad stuurt. Die hij op pad stuurt met een zendingsbevel, met een doopopdracht en met een onderwijstaak. En dat al 2000 jaar. En ook ons treft die boodschap, die mogelijkheid en die verbinding. Wat moet dat een ervaring geweest zijn, daar op die berg. En we krijgen er een ervaring bij, zo dadelijk, bij brood en beker. Amen. We gaan luisteren naar een bewerking van het gebed des Heren. Voor de dienst hoorde u al een bewerking van de Nederlandse componist Teke Bijlsma. En nu luisteren we naar een bewerking van Johann Sebastian Bach.
We gaan over tot de dienst van de gaven en de gebeden, de dienst van de tafel. En ik deel als eerst even mee, maar dat weet u allemaal allang, dat de collectes vandaag bestemd zijn voor de diaconie en dan in het bijzonder voor vluchtelingenwerk ter ondersteuning van de afdeling hier op Goeree Overflakkee. Je kunt er al in de nieuwsbrief meer over lezen. Tweede collecte is voor de kerk en ik heb een vorige keer al gezegd, ik ga niet nog een keer vertellen hoe u bij kunt dragen aan de collectes, dat weet u allang. De bloemen, er staan twee bossen op tafel, gaan vandaag naar Klaske van der Sar, die aan het bijkomen is van een dagopname. En Elko van der Waal, die nog behandeld wordt, die een paar weken geleden een vervelende aanval heeft gekregen en daar nog van moet bijkomen. Als een bemoediging en een groet voor ons allemaal. Ik wijs opnieuw naar de website van de kerk, tabblad Bloemengroet. En laat daar even een wens of een opmerking achter voor de ontvangers van deze bloemen. Elko van der Waal dus en Klaske van der Sar. We gaan samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u ervoor dat wij in vrijheid uw woord hebben mogen horen, erover na mogen denken, erover hebben mogen zingen en het mogen meenemen een nieuwe week in. Een woord dat al 2000 jaar mensen inspireert en op weg houdt. Mensen bezighoudt en tot nadenken stemt. Het is lastig om in uw naam het evangelie te verkondigen onder mensen die er afstand van genomen hebben. Onder mensen die er niet meer van willen horen. Maar er zijn gelukkig nog een heleboel ontvankelijke harten, ontvankelijke zielen. En wij willen u vragen of u ons wilt helpen om uw evangelie waar dan ook uit te dragen en te verkondigen. Te beginnen bij Jeruzalem, zoals het er dan staat. Dat wil zeggen in ons eigen leven, in onze eigen omgeving. Wij danken u ervoor dat we in onze samenleving op een iets soepeler manier met regels en met elkaar kunnen en mogen omgaan. En we bidden u om een situatie waarin alles weer zodanig is dat we volwaardig en volop mens kunnen zijn voor anderen en voor onszelf. Wij bidden u voor mensen die een uitzichtloos bestaan leiden, die er geen gat meer in zien dat ze ooit nog als menswaardig hun leven kunnen typeren. Mensen die zich gediscrimineerd voelen, en niet alleen voelen, maar ook aan den lijve dagelijks ervaren wat het is om niet tot de mainstream van een bepaalde samenleving te horen. We bidden u voor overheden die daarmee om te gaan hebben, daarin maatregelen moeten nemen, daarin beleid moeten maken. Wij bidden u voor mensen die zich afvragen waar u blijft, waar u zichtbaar bent in onze samenleving. En die snakken naar een teken van u, de Allerhoogste, onze Schepper. Wil geven dat ze in de andere mensen en in gebeurtenissen, in zegeningen, uw hand mogen zien. En dat ze iets mogen delen van de ervaring waar we het vanochtend over gehad hebben. U te zien. U te aanbidden. Daarbij te blijven twijfelen. En te horen: lieve zoon, lieve dochter, mij is alle macht gegeven. Zie maar naar de mensen om je heen, die al duizenden, vele duizenden jaren in mijn naam proberen deze wereld gaande te houden. Tegen de verdrukking in, tegen de narigheid in. We bidden u voor wat er in ons eigen hart leeft. Hoort u ons in een ogenblik van stilte?
En we bidden u, Heer onze God, verhoor ons door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Gemeente, het is heel bijzonder om vandaag de maaltijd van de Heer met elkaar te vieren. We hebben vandaag gelezen met welke opdracht Jezus volgens het evangelie van Matteüs afscheid genomen heeft van zijn leerlingen. Ze moesten de wereld ingaan om de opdracht van Jezus en zijn evangelie te verkondigen en ze moesten nieuwe leerlingen dopen. En heel bijzonder, daarbij was van avondmaal vieren of een opdracht tot avondmaal vieren geen sprake. En toch doen we dat vandaag. Dat dopen waar het over ging, dat doe je maar één keer in de meeste gevallen. Maar de maaltijd van de Heer kunnen we gelukkig bij herhaling vieren. Daarover geen misverstand. Ook hier in de kerk en thuis. En ik heb het al geschreven, we doen het ondanks het feit dat de mensen in de kerk aanwezig zijn op dezelfde manier als de vorige keer. En ik hoop dat jullie allemaal thuis wat matzes of brood klaar hebben staan en een glaasje of een fles of een karaf met wijn of druivensap met elkaar. We gedenken namelijk dat Jezus in de nacht van de overlevering, de nacht waarin hij verraden en overgeleverd werd, het brood heeft genomen en daar de dankzegging over heeft uitgesproken, het gebroken en aan zijn leerlingen heeft gegeven. En daarbij heeft gezegd, neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. En zo heeft hij ook de beker genomen en ook daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd, drinkt allen daaruit. Drinkt allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Laten we bidden. Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u, o God, met dit brood en met deze beker. En wij bidden u, gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank. Zend uw geest op ons neer, de geest die levend maakt, en herschep ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan en niet ophouden u te belijden en elkaar te behoeden, de ogen gericht op uw rijk dat komt. Gezegend zij uw naam, die ons aan uw maaltijd nodigt. God, onze God, in goede en kwade dagen, voor eeuwig en altijd, door Jezus Christus, onze Heer. Laten we het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ook thuis hebben we brood of matzes in een schaaltje of op een bordje. En we mogen met elkaar het brood ronddelen. De gemeenschap met het lichaam van Christus. En u hebt thuis wellicht ook
voor elkaar een karafje of een flesje met wijn. Bloed van de hemel, bloed van Christus. En ook hiervan kunnen we zeggen, we hebben de opdracht gekregen om daar allen uit te drinken. Drinkt allen daaruit. Het is de gemeenschap met het bloed van Christus. Wijn uit de hemel. En voor die mensen die er hier vandaag bij zijn, morgenochtend delen we brood en beker opnieuw en dan echt met elkaar. We sluiten deze viering met elkaar af met een dankgebed. Heer onze God, wij prijzen en wij loven u, omdat we mochten delen in het gastmaal van uw genade dat gij voor ons bereid hebt. Wij bidden u, doe ons delen in de kracht van uw geest, opdat wij uw grote daden verkondigen aan heel de schepping. Dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen. Ons slotlied is gezang 835, alle vier de versen. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Gezang 835. Aan het begin van deze dienst al, we mochten dus met maximaal 30 mensen deze dienst meemaken. Voor volgende week zou ik zeggen, kom erbij, je weet niet wat je ziet. Punt 1 is het heel
weird, om het maar zo te zeggen, om een lege kerk te zien. Aan de andere kant is het ook heel bijzonder om te zien wat er allemaal gebeurt bij zo'n opname. De namen van de muzikanten zijn al genoemd. Ik noem toch eventjes hier Alice met Marie Antoinette en Ivan, Peter, Anjo, Piet. Wie vergeet ik nog? Niemand. Het is weer bijzonder om te zien hoe dat gaat. En we hebben er volste vertrouwen in dat we volgende week dat op eenzelfde soort manier weer kunnen doen. Ik zie er al naar uit. We gaan deze dienst beëindigen en met alles wat we meegemaakt hebben en alles wat we aan ervaringen en opdrachten en boodschap hebben meegekregen, mogen we een nieuwe week in. Een week als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.